Damien Boerne heeft de wenk gegeven en de cameraman Roberto Omskerk die is helemaal klaar ervoor. We staan hier ergens in Brukopondo en achter ons ziet u de Brukopondo krachtcentrale. En we hebben het over de Afobakadam. We hebben toestemming gevraagd om het te filmen. Eigenlijk wilden we dus dan die kant op gaan. Maar ze hebben gezegd dat we dus dan niet daar kunnen vanwege de veiligheid. Maar we zijn hier om u te laten zien, want we hebben de situatie gezien in de dorpen beneden. En dit is wat we nu zien. Alle 5 spuikleppen zijn dus dan open. En dat overtollig water, dat komt dus dan naar beneden. Want bovenop is super hoog. En als dat water zo blijft daarboven, dan hebben de mensen van boven Suriname dus dan heel veel problemen. Trouwens, u weet het al. We hebben momenten gehad en tijden gehad waar die mensen echt onder water waren. En dit is de situatie. Dit is de situatie. Hier bij de Brukopondo krachtcentrale. De 5 spuikleppen zijn dus dan open. En het overtollig water die verplaatst zich natuurlijk naar de Suriname rivier. En het water gaat overal. Ook in de dorpen zien we nu. Dus we hopen dat de situatie wat milder wordt, zodat de mensen beneden nu niet zoveel problemen kunnen hebben als de mensen boven. Hier hebben we een beter beeld, denk ik zo. Als je gaat inzoomen, hebben we een beter beeld van de 5 kleppen die openstaan. Dat is wel mooi om te zien hoor, los van het feit dat het voor heel wat zorg. Maar het is best wel mooi om te zien hoe dat water dus dan naar beneden komt. Yes! Het is best wel mooi om te zien hoe het water naar beneden komt. Dit is de situatie, we hebben het gehoord. En je hoort het, maar als je het gezien hebt, als je het zelf gezien hebt, dan weet je hoe het komt dat de mensen van beneden, dan hebben we over de dorpen beneden, waarom ze dus dan problemen krijgen met overtollig water. Dit moet, nogmaals, omdat de mensen daar boven problemen zullen krijgen als het water, het overtollig water, niet wegstroomt. Nou, dat hebben we al gedaan. Dit wordt echt een hele korte reportage vanuit de Brukopondo krachtcentrale. Ik lees daar Staatsolie Power Company Suriname NV SPCS. En Staatsolie heeft de dam overgenomen. Mensen hebben kritiek daarop dat toen het nog niet in handen was van Staatsolie zaken beter zijn gegaan. De dorpelingen geven aan dat de mensen dus daar niet op tijd zijn geïnformeerd over de situatie. Terwijl het vroeger wel werd gedaan. Dus al die zaken zijn de kritiekmomenten die wij hebben gehad, waar mensen dus aangeven van dingen zouden beter kunnen. Maar wij dachten van, we komen helemaal naar hier om u te laten zien wat de situatie is bij de Brukopondo krachtcentrale. Ik hoop dat u nu een beeld hebt, want dat is de bedoeling, dat u nu een beeld hebt van wat de situatie is. Je kan zelf je conclusie trekken en misschien meeleven met de mensen die nu in problemen zijn gekomen omdat deze kleppen dus dan nu wel open staan. Goed, ik denk dat we dus dan deze 5 minuut durende reportage kunnen afsluiten vanuit de Afobakadam. Ik wil een beetje gaan staan bij de auto van DTV. Ja, dan sluiten we af vanuit deze plaats. Wij bedanken u voor het willen kijken. We gaan nu richting Paramaribo. Als we iets zien onderweg, dan brengen we dat zeker wel voor u. Maar voor nu, mede namens Damien Boerne, Roberto Ormskerk, ik ben Gerald Harderwijk met de Brukopondo krachtcentrale weer even in beeld. Groet ik vanuit Brukopondo. Blijft u kijken.